Zo zag de eerste ethos er zo'n 100 jaar geleden uit. Philips was de eigenaar en het stond in een door Philips gebouwd dorp, het Philipsdorp. Nou, het Philipsdorp is ontstaan vanwege de enorme woningnood in Eindhoven en de verschrikkelijk snelle groei van Philips. Hij haalde uit heel Nederland zijn personeel en daar had hij woningen voor nodig. Nou, die woningen die werden gebouwd in het Philipsdorp wat hij zelf ontwikkeld heeft. Philips-medewerkers hadden het 100 jaar geleden niet zo breed. Er was een tekort aan voedsel, dus de prijzen waren hoog. En daarom bedacht de baas van Philips een plan. Hij gaf salarisverhoging, maar het gevolg was dat de Eindhovense middenstand dat hij de prijzen ging verhogen. En die mensen gingen er dus niet op vooruit. En daarom besloot hij, we gaan het zelf doen. We gaan zelf een verbruikscoöperatie oprichten. Zelf dus levensmiddelen inkopen. En zo ontstond de eerste ethos. Toen nog de Philips Verbruikscoöperatie. Iedereen die bij Philips werkte mocht er winkelen. Maar er was toen nog niet zoveel te koop als nu. En dan moet je dus denken aan suiker, rijst, erwten, bonen. Gewoon in feite wat de mensen dagelijks op tafel zetten. Bijna 100 jaar later zijn er meer dan 500 ethoswinkels door het hele land. Vanaf nu dus ook één op station Eindhoven. En misschien ziet die er over 100 jaar wel zo uit.